Ja, het is eindelijk zover. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn weer terug in de Efteling! Yay! Gefeliciteerd, Tom! Ja, 20.000 abonnees, we hebben het bereikt! Feest! Bam! Thanks. Sound effects. Oh, ja. Oké. Ik vind het echt geweldig. Bedankt. Damiano? Ja. Ik had jou gefeliciteerd. Wat was jouw eerste reactie toen jij het zag? Ja, feest, dacht ik. Feest! Bam! Heb je zelf de slingers opgehangen thuis? Nee, maar ik heb wel gefeliciteerd. Doei. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op het Baan. Mijn naam is Bart Baan. En wat we vandaag gaan doen is dus het volgende. Als je nu naar de Efteling komt, zie je meer bouwplaatsen dan attracties. En ik ga je vandaag meenemen langs alle bouwplaatsen van de Efteling. Dat zijn er op dit moment tientallen. Dus we zijn nog wel even bezig. Leuk dat je er bent, Damiano. Wat je eigenlijk komt doen vandaag weet ik niet. Want we gaan alleen langs bouwplaatsen. Nou, maar gezellig. Leuk dat je er bent. Ja, we gaan beginnen. Let's go. Nogmaals, onwijs bedankt voor die 20.000 abonnees. Dat is echt een hoop, man. Dat is veel, hè. Vooral als je, ja, meestal zeggen we dan K. Maar als je die getalletjes achter elkaar zet. Ja, dat is echt bizar. Ga ze waar ze allemaal bij elkaar krijgen. Ja. En dat hebben we samen gedaan. Dus ook jij thuis, gefeliciteerd. Waarschijnlijk is 80% van de kijkers zijn natuurlijk aan het wachten op die ene vraag. Ja. Wat wordt de 20k special? Dat wordt, dat zeg ik je zo meteen. Vandaag dus alle bouwplaatsen die we gaan checken bij de Efteling. Er is veel kritiek de laatste tijd van mensen die naar de Efteling komen. Zeggen, hey, er is veel dicht, veel staat in de stijgers, dat soort dingetjes. Check even de Efteling app. Ja, inderdaad. Maar ik ga je vandaag alles laten zien. Wat is er dicht? Wat gebeurt er achter die hekken? En wanneer gaat alles weer open? En laten we dan maar beginnen, Damiano, bij het allergrootste project. Het Efteling Grand Hotel. Grand! De allereerste bouwplaats waar we naar gaan kijken vandaag is het Efteling Grand Hotel bij bouwmeester Pik. Kijk, zoek de verschillen. Komt die foto? Het nieuwe Efteling Grand Hotel wordt geopend in 2024. Een immens groot project. Een nieuw VIP-hotel dat komt te liggen naast de ingang van de Efteling. Je kan het gewoon letterlijk vergelijken met het Disneyland Hotel van de Efteling. Alleen denk ik, Damiano, dat het Efteling Grand Hotel net een tikkeltje veel groter wordt. Althans, qua voorkant. Zou goed kunnen, als je de ontwerpen kijkt wel. Want als je dus kijkt, het begint helemaal daar en ik verbaas me er echt over. Daar bij die groene huisje in de verte loopt hij helemaal door tot aan bijna Aquanura. Een dik jaar geleden, kwam jij daar bij de ingang binnen, stook jij recht over en liep je zo de Efteling in. Dat is niet meer. Bij Disneyland Hotel heb je nog wel van die, ja, de zijkanten, zeg maar, die zijn weggewerkt. Dat zie je niet als je in het park bent. Ja. Alleen, hier zijn alle kamers verwerkt in één gebouw. Het is immens groot, bizar, meer dan 50 miljoen kost dit grapje. Wat verwacht je eigenlijk van? Ja, ik verwacht heel veel en dat het heel groot wordt, maar ook inderdaad heel duur. Ja, het wordt wel graal in prijs. Kijk. Wat ik ook wel benieuwd naar ben. Waar ben jij benieuwd naar? Vertel het ons. Wat wordt de verhouding nou tussen de ingang en het hotel? Is dadelijk de ingang nog steeds de eyecatcher of is dat het hotel? Ik denk het hotel. Nou, ik denk dat het huis van de 5 centen groter is dan het hotel, weet ik niet zeker. Maar het is dan wel een mooie stevige gebouw. Ja, ik denk als je hier staat, dat je het huis van de 5 centen eigenlijk niet meer gaat zien. Nee, dat niet meer denk ik. Nog even ontwerp van het hotel, ontwerpje. Leuk. Ja, dat vind ik wel echt een dingetje. Het kan zijn, ik weet het niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Want je loopt natuurlijk, als je de Efteling binnenkomt, loop je onder het hotel door naar de Efteling. Letterlijk hetzelfde als bij Disneyland. Ja. Dat is hetzelfde als bij Disney, maar ik weet het niet, hè, nogmaals. Nee, natuurlijk niet. Dat ze onder het hotel de tiktcontrole gaan doen. Dus dat het huis van de 5 centen het openbaar gebouw wordt. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat zou misschien ook best wel eens een goed idee kunnen zijn. Ja, dat is een goeie. Update over wat hier nou achter gebeurt. Ja, er gebeurt niet veel. Het is vooral veel beton, metaal, ijzer, dat soort dingetjes. Dus weinig te zien. Dit is een bouwplaats die nog lang in de Efteling blijft. Tot en met 2024, tot en met het open gaat. Ja. Laten we anders meteen naar Dans op Kaver gaan. Want dat is die andere grote bouwplaats. En hebben we dat ook heel gehad. Veel beton. Let's go. Wat zei je? Heel veel beton, net zoals bij beton van de Vemplein. Dus we gaan even kijken. Doei! Kijk, de reden waarom ik deze video vandaag maak is omdat er natuurlijk een aantal grote bouwplaatsen zijn waarvan je gewoon kan checken dat ze er zijn op de site van de Efteling. Als er staat gesloten, dan weet je van hé, hier gaan wij een bouwplaatje tegenkomen. Maar er zijn ook heel veel dingetjes op dit moment
die nieuwe worden aangekondigd. Bijvoorbeeld dit soort kleine dingen. Een terrasje wat gewoon is afgesloten in Fabula restaurant. Althans buiten Fabula restaurant. En binnen de toiletten zijn afgesloten. Dit soort dingen kom je allemaal tegen. Wij willen het je vandaag graag laten zien. Omdat het echt het dingetje is waar je tegenaan loopt als je de komende tijd naar de Efteling gaat. Dus weet, als je deze video ziet, waar je aan toe bent als je ervoor kiest om de komende tijd naar de Efteling te gaan. We gaan nu richting Dansmacabre. Yes, dat was de bouwplaats van het hotel. Het gaat lekker hard daar. We staan nu bij de tweede grote bouwplaats van het nieuwe spookhuis Dansmacabre. Oftewel het nieuwe themagebied Huiverwoud. Daarover dadelijk meer. Damiano komt er eens bij. Ja. Nogmaals allemaal, gefeliciteerd. Jij ook gefeliciteerd. Dankjewel, Bart, jij ook. Zoals ik al zei straks, de 20k special moet nog heel even op zich wachten. Maar ik heb een cadeautje. Ik heb een cadeautje. Een cadeautje voor mij? Ja, ja. Hou vast, hou vast, hou vast, hou vast. Haha, ik hou jullie even vast. Ja, 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 ja. Ik ben benieuwd. Trouwens, ze zijn heel erg druk bezig. Ik heb voor jou een taster pack van Wyfood. Voor jou gaan we daar even uitpakken. Oh, en het toffe is, ik mag van Wyfood, omdat we met z'n allen 20.000 abonnees hebben, ja, alleen aan jullie een feestelijke kortingscode geven. Dus van de vrienden van Wyfood, dus thanks daarvoor. 20% korting op al je bestellingen dit weekend. Dus tot en met zondagavond, 26 maart 2023. 20% van de 20k, snap je hem? Ja. Op alle bestellingen in de Wyfood shop. En dat scheelt echt wel geld. Dat gaat echt wel over een paar euro. Oh. Zo, laat ik hem eens even een keer openmaken. We gaan hem live openmaken, dames en heren. Dit is eigenlijk jouw cadeau, maar ja. Dat is eigenlijk mijn cadeau, maar ik heb de camera vast. Een beetje moeilijk. Dankjewel. Oh! En het leuke hiervan... Zijn we nieuwe dopjes? Nee, dit is iets nieuws. Dat heb ik nog niet eerder laten zien. Want we hebben natuurlijk de taste pack zoals we hem kennen. Ja. Maar dit is de vegan variant. Ze hebben voortaan dus... Oh. Ook de vegan variant met, ik zal dat even filmen, daarin de vanille, ja, de choco, oh die vind ik, de berry, berry, de banaan, banana, en uiteraard mijn favoriet, ja dat zal wel de koffie zijn, de koffie, maar koffie. Allemaal vegan, dus je hebt deze taste pack normaal. Maar ook een vegan. Nou Damian, hij is gewoon voor jou. Ja, dankjewel Bart. Het is bij deze. Hij is voor jou. Alsjeblieft. Ik zal nog één keer laten zien. Dus 5 flesjes kan je bestellen in de Wyfood shop. Deze pack, ook alle andere producten. De lossies, de bars, de normale flesjes, de poeders. Alles op en eraan. Dit weekend 20% korting met deze code. Voor jou, kijk maar hoe je hem meeneemt vandaag. Dat klinkt een beetje als jouw probleem. We gaan eens kijken bij Dansmacabre. Zo, eens even kijken bij Dansmacabre. De volgende grote bouwplaats die je nu tegenkomt als je naar de Efteling gaat, moeten we natuurlijk wel bij zeggen als je bij zowel het hotel als Dansmacabre, die zijn er ook nog wel even. Dus van de zomer zijn die er ook nog. Dus dat ga je ook niet mislopen. Dat gaat gewoon niet. Nou, het tof is dat het gebouw van attractie al wel echt een mooie vorm krijgt. Weet je wat trouwens wat top is, ik aan te denken? Nou. Omdat we zoveel bouwplaatsen moeten doen, hebben we oprecht gewoon geen tijd om te eten. Nee. Dus dat is wel lekker. Oh ja, kun je gelijk eten. Hij komt nu pas binnen, hè? Ja. Dit is wel echt bizar. Hij gaat de hoogte in de Dansmacabre en daarachter zie je die, de put, de ronde vorm inderdaad, waar de attractie dadelijk in komt. En wat echt gaaf. Schitterend. Schitterend, prachtig! Dus ja, voor nu, deze bouwplaats die is nog wel heel erg lang. Ik vind bouwplaats zo stom woord eigenlijk. Ja. Daar laat je me geen handig plan. Laten we verder gaan in het park naar de vele, vele andere bouwplaatsen. Mag ik even één ding vragen, hoe lang gaat deze video duren? Want er zijn zoveel bouwplaatsen. Deze duurt totdat we de 25.000 abonnees hebben. Zo lang gaat die duren. Oh joh! Nou dan, veel kijk, plezier! Ja. Nou, het is tijd voor het volgende bouwplaatsje. Blauw plaatje, kleintje. Polle's keuken! Hoppa! Ja, die is al een paar weekjes dicht. En ze zijn er druk mee bezig. Ze is mee bezig. Eens even kijken. Hier staat een grote wagen. Grote wagen, ja. Kijk, leuk is. We hebben hier vorige week wat gedaan. En je ziet nou heel tof dat kleurverschil. De originele kleur is natuurlijk van de rest van het gebouw. Dat die nog iets donkerder gemaakt moet worden. Even verder kijken, gauw. Wij gaan verder kijken. Kom maar mee. Ja, hier aangekomen eigenlijk voor de schoorsteen. Die is vrij kaal. Zoals je ziet, hè. Daar is echt stenen is alles ook weggehaald. Alle stenen zijn weg. Ik heb begrepen dat er een nieuwe keuken in komt. Dus er komt een nieuwe keuken in Polle's keuken.
is voor ons niet heel belangrijk. Maar een leuk nieuwtje, dat is een leuk nieuwtje. Als je deze video kijkt, 25 maart of zaterdag 25 maart is Polders Keuken weer open. Dus je kan vanaf dit weekend gewoon naar Polders Keuken toe. Pannenkoeken! Ja, ja, ja. Damiano, kom, we hebben het nog druk. Oh, ja. Ja. Damiano? Jij bent natuurlijk een beetje van Italiaanse roots. Si, ciao, come stai? Hè, Tronchi? Alleen de Efteling heeft op dit moment niet zo heel erg veel zin in Italianen. Heel Pinocchio is afgesloten. Ze hebben eigenlijk het huisje van Geppetto is chiuso, of hoe zeg ik dat? Chiuso. Chiuso. Het is echt wel helemaal dicht. Het is wel heel lelijk dit trouwens. En ook helemaal vol met bouwhekjes. 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 Tel eens anders even. Komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik wacht wel. 8. Hier stopt het. Hoeveel? 8. Tel jij ze de rest van vandaag ook nog allemaal of niet? Is goed. Dus weet ook Pinocchio is de komende tijd closer. Si, nou, closer. Zullen we een kleine throwback doen naar de vorige keer dat we hier waren? Ja, throw my back. Denk jij, als ik dit nou een beetje opgooi, het zal allemaal komen? Je moet ze even uitlokken. Nee, Damiano. Ik kijk naar hier staan. Ja, ik zie het. Nee, ik ga even je ophouden. Een eend. Een eend? Gaan we eenden voeren? Een eend. Hij heeft wel gegeten van ons voer. Ja. Het is niet even wat we hadden gehoopt, Bart. Ik hoor de mensen thuis ook al balen. Ja. Dat was echt heel erg toen. Ook het Houtenplein is toch steeds... Ja. Troosteloos. Het is een beetje kaal, boel. Ja, dit is echt heel lelijk. Dit is echt niet normaal. Dit lijkt echt net zo'n... Ja, zo, ik wil iets zeggen, maar ik weet niet of dat het nou echt... Wat een grafstemming. Wat zei je? Wat een grafstemming. Ook al jij zegt het, ik ga het ook zeggen. Ik vind het eigenlijk een beetje een verlaten begraafplaats op het moment. Ja. Het is echt heel erg. Hey, het is opa. Echt... Oh nee. Knip hem maar uit. Knip. Of wordt dit een short? Wordt een short? Wel? Ja. Ja, dit is echt heel erg. Dus ook weet, in Sprookjesbos, Pinocchio, Herautenplein en het Kabouterdorp, daar komt het ook nog bij, want die paddenstoelenhuisjes, die gaan ook opgeknapt worden. Dus in het Sprookjesbos ook genoeg bouwhekken om te beleven. Top! Nou! Aha. Ja, buiten dat je veel bouwplaatsen gaat tegenkomen de komende tijd in de Efteling, is er ook een grote kans dat je een grote filmploeg gaat tegenkomen van een bioscoopfilm De Familie Vos. De eerste is een paar jaar geleden in de Efteling gefilmd. De tweede zijn ze snel aan het filmen voor aankomende winter. En de vorige keer, toen ik hun tegenkwam, ging dat zo. Tot nou pauzes. We gaan even kijken. Alle mensen bij elkaar voor een film. Beetje het opnemen. Zachtjes. Nou, jij hebt het meegemaakt, mensen komen dus aan bij die set. En dan wordt gewoon mijn kamer wordt gewoon naar beneden gedrukt. Een paar mensen hier staan, zijn hier heel de dag te filmen. En ik kom eraan, mijn kamer wordt naar beneden gedrukt. Het is maar een filmpje, joh. Ik vind allemaal zo groot opgezocht. Allemaal 20.000 man beveiliging. Het is gewoon een filmpje die ze aan het reizen in de Efteling. Wat maakt dat nou uit? Ja, dat was niet zo heel erg gezellig, maar hopelijk komen we ze sowieso vandaag nog tegen. Ik heb ze ook niet gezien de afgelopen tijd. De volgende bouwplace. Nou is het Carouselpaleis. Dat heb ik al een paar keer laten zien. Je hebt daar niet echt last van. Nee. Alleen is het niet mooi. Het is heel lelijk. Het is kaal. Het is nu nog lelijk, maar straks is het weer mooi. Ja, want dit hebben ze al nieuw gemaakt, toch? Of niet? Nou, dat denk ik niet, hoor. Ja, dit niet, nee. Kijk maar. Nee, en dit met nog een aantal van die dingetjes, het is niet dicht, alleen het is ook niet mooi, dit soort kale dingen. En aan de andere kant is het ook moi. 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 Vernieuwd in de Efteling, de kleine zweefmolen. Je hebt natuurlijk de grote zweefmolen die je daarachter ziet. Maar de kleine zweefmolen, ik heb het al een keer verteld, zijn ze aan het opknappen, is uitmaken, weer open. Kijk even, dit is echt heel erg vet. Damiano, is je pilletje uitgewerkt en hoe moet ik het zien? Nee, ja. Even, nee. Nee, kom nou eens.
Ja. Damiano, hier achter ons zien we de vernieuwde kleine zweefmolen. Wat zien we qua verandering? Het dakje is iets spitser of zo. Ja, het is een. Hij lijkt iets. Qua dakje lijkt anders of zo. Ja. En een en prachtig gouden arend. Bovenop, heel mooi goud. Ja, wat ze eigenlijk hebben gedaan, ze hebben hem gewoon opgeknapt. Hij komt er dadelijk niet compleet nieuw uit te zien. Hij is vernieuwd. En hij komt weer, ik heb het al een paar weken geleden gezegd. Ze hebben eigenlijk een originele schets van de heer Piek. Piek Anton. Die kunnen we zo even op gaan zoeken trouwens. De heer Piek gebruikt om die zweefmolen op te knappen. En dat is ook eind maart klaar. Dus tot en met eind maart heb je ook hier weer bouwhekjes. Maar ook dit bouwplaatje is binnenkort weg. Ik zeg al een heel stoere Anton Pieck, maar die is er helemaal niet meer. Hier stond eerst het beeld van Anton Pieck bij de Ludwig. Dat is vandaan het winkeltje, spiegeltje. Maar ja, we zijn wel op het Anton Pieckplein, dus ik voel het. Ja, ik voel hem rondzweven inderdaad. En het volgende bouwplaatje is een klein bouwplaatje, maar wel weer een nieuw bouwplaatje. Hoe vaak ga ik het woord bouwplaatje nog zeggen vandaag, Damiano? Bouwplaats? Wat zeg je? Bouwplaats. Bouwplaats, ja. Bouwplaats. Het is een schande. Wat is een schande? Het gemak is gewoon weer dicht. Waar moet ik nou weer poepen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Wat je met de paard of zo denk? Oké, ga je daar schijten. Doei. Nee, dat is wel echt een dingetje. De toiletten bijvoorbeeld bij Fabula zijn dicht. Maar ook het gemak hierachter is ook dicht. En die losse dingen, ja, dat maakt niet heel veel uit als er geen toilet dicht is. Maar alles bij elkaar maakt het zoveel. Ik zeg zo, net, kijk. Dat is eruit. Oh, ben je meteen 5 kilo licht? Ja. Ik zeg net, kijk, als er één toilet een keer dicht is, maakt het niet uit. Maar al die dingen bij elkaar, dat is echt bizar. Ja, het is veel. Het is overal hekje. Ga ik nog tellen? Ja, tel maar even. Ga maar. 5. Weer 5 erbij. Nee, geen 5. 6. Jawel. 6. 6? Oh, nou 6. Vooruit dat jij het zegt. Niveau daalt echt met de vlog. Kijk, wat leuk. De eerste bloempjes komen er weer aan. En daar heb ik zoveel zin in de lente. Dat alles weer mooi in bloei staat dadelijk. Ja, fantastisch. Hier ook. Mooi potgrond. Kijk, veel van die bouwplaatsjes kan ik wel snappen. Het is een beetje heftig, maar er worden echt wel dingetjes vernieuwd. Eén ding vind ik wel belachelijk, dat is Reizenrijk. Dat vind ik echt niet kunnen. Dit is het toppunt van Schutting. Dit is echt het toppunt. Dit heb ik zelf nog nooit meegemaakt. We staan hier voor de speelweide, de warme winterweide. Oftewel wat je tijdens de winter Efteling kan checken. Nou, de winter Efteling is 3 weken. Op 2 dagen op de kop af. 3 weken voorbij. Kijk even. Helemaal. Vol hekken. Echt. Vanaf het snoepwinkeltje tot aan hier hekken. Dan denk je, het is veel. Zullen we even doorlopen? We gaan even doorlopen. Hierboven zijn ze eindelijk weer bezig met de versiering van de winkel Joopjes Wereld. Hartstikke leuk. Maar ook weer hier helemaal vol. Met bouwhekken. Met bouwhekken. Ga je verder lopen. Dus heel de Carnaval Festival, hè. Met toiletten erbij, alles op en eraan. Je zou het trouwens helemaal niet zeggen, maar de Efteling is gewoon stiekem heel goed met hekken. Oh, trouwens, de toiletjes zijn wel open, maar ook weer hekken. Dan denk je, ah joh, maakt uit, voorbij, is over. Toch? Ja. Is over. Ja. Potverdrie dubbeltjes. En ook hier weer, het is weer iets nieuws, een nieuw restaurant waar ze mee bezig zijn. Waar ze trouwens wel echt dingen aan de binnenkant doen zijn, zie ik nu. Kan je een updateje? Kan wel. Maar heel dit plein, vanaf daar tot aan ver vooruit, is bouwplaats. En wat vinden we daarvan? Super! Slecht. Ja. Ik vind dit echt te veel. Ja. Oh, ze zijn allemaal mooie gordijnen aan het ophangen bij Kaspa. Het nieuwe restaurant van... ja, even kijken. Oh, heel mooi. Ah. Kijk, je ziet ook die glas en lood daar al. Zie je dat? De Oosterse lastige glas en lood. Oh. En dit ziet er heel tof uit, ik ga het je laten zien. Je ziet dat ze bezig zijn met de decoraties en allemaal rode doeken aan het ophangen. En de kleurmuur is een soort roze-oranje. Ze zijn boven nog aan het schilderen daar, want je ziet toch wel dat die groene inpakpapieren volhangt. De ingang, die begint ook kleur te krijgen. Ook die overkapping daarachter, waar vroeger ook de Laplace was, is ook bruin geworden, bruin-grijs. Het gebouw heeft ook een ander kleurtje gehad, een soort crème-kleurig met
ook bruin-grijze kleur op de kozijnen, op de ramen. Super mooi. Ik vind het echt wel iets. Ja, ze gaan nog steeds meer de goede kant op weer. Ja, echt super leuk. Hier binnen bij de oude Laplace ziet er ook hartstikke mooi uit. Echt, ik denk dat dit echt de verrassing van het jaar gaat worden. Kaspa. Op een of andere manier heb ik echt onwijs hoog verwachtingen voor dit restaurant. Ja, wordt geweldig. Ik denk het ook. Wat denk je dat we kunnen krijgen? Sowieso eten. En daarnaast gewoon een super mooie thematisatie binnen, hoop ik. Hij weet helemaal niet waar het over heeft. Nee, maar ik heb nog geen binnenontwerpen gezien. Dus. Nog geen binnenontwerpen gezien? Zijn die er al? Ja, kom even opnieuw. Zijn er nog geen binnenontwerpen natuurlijk? Jawel! Wel? Jawel! Wat is het nou? Ik weet het niet meer. Je bent gewoon niet gekeken, man! Je bent gewoon ergens over mee aan het praten! Nee, maar ik zit er dat er gaat eten komen. Nee, kijk! En zoals de buitenontwerpen, die heb ik al gezien. Maar de buitenontwerpen heb ik wel gezien. Doei. Ga je schaam, man. Kijk, ik heb even met Damiano over. De reden waarom we dit vandaag maken, want normaal doen we altijd een beetje gek en doen we altijd wel leuke dingen. Dit is ook ja, hartstikke leuk, want we zijn in de Efteling. Alleen ik wil het je graag laten zien, zodat je weet waar je aan toe bent. Als je de... Heb je koud? Ja, ik had misschien iets anders aan moeten doen, maar niet uit. Heb je geen jas thuis? Ja, thuis wel. Oké. Maar dat je weet waar je aan toe bent als je ervoor kiest om de komende week naar de Efteling te gaan. Ja. Ik zou zelfs, eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk mag zijn, ook nu de Vliegende Hollander pas over ja, dik een week open gaat, hopen we dan maar, nog gewoon heel even wachten. Even wachten om te komen. Tenzij je natuurlijk echt de Vliegende Hollander meteen in het eerste weekend wilt zien, maar als je heel even wacht is Kaspar open. Nou, dat scheelt dan heel erg in hoop. Ja. Dan zijn die hekken waar de spulweide weg, bij... Ja, hebben de winterweide. En dan is Jokies Wereld ook weer een beetje normaal. En dan snap je dus, als je zo rond mei komt, denk ik dat nou 9 van de 10 dingen weg zijn. Ja. Denk ik. Dus ik ga het aan om dat heel even te wachten. Want ja, het is nu echt het is best nu wel nog heftig. Gewoon, hè? Er is gewoon niet veel nu. Geen gewoon, sfeer. Geen sfeer. Het is, nee. Het is nou, jammer. Damiano? Ja. We hebben het nog helemaal niet over de 20k special gehad. Nee. Inderdaad. Zullen we even een attractie opzoeken? Even rustig om te zitten, dan kunnen we erover hebben. Oude Tufferbaan? Oh, de Oude Tufferbaan. Nee, geen gondola. Nee, slecht idee. Okay. We gaan naar de Oude Tufferbaan. Gewoon een plein zonder bouwhekjes. Wauw. Ah. Eindelijk, jij bent even aan het zoeken, hè? Oude Tufferbaantje? Ja, vind ik goed. Kom. Goedemiddag, welkom bij Damiano On Tour. We gaan nu rijden. We zijn onderweg naar de Efteling. We zijn er al, maar we gaan eventjes een stukje rijden in de Efteling. Oh, daar komt al een bocht. Het is een hobbelige weg, je merkt het wel. Niet toeteren! Ja, intussen wij worden vervoegd door onze privéchauffeur. Hij slaapt. Net als op, man! Toesten, net als op, man! Tom, hup, rij! Alright, de 20.000 abonnees special. De enige echte vraag waarom iedereen natuurlijk de antwoord erop wilt weten. En de 10k was natuurlijk de spectaculaire video van Joris en de Draak, toen we de Joris en Draak gingen beklimmen. Aan de kant! Wat? Dat is een konijntje. Oh. De 20.000 special wordt het volgende. Tromgeroffel. Ja, ik ga eerlijk met jullie zijn. Er zijn twee dingen waarom ik het nog niet kan vertellen. Dat heeft ermee te maken met twee dingen. Eén, ik wist niet dat het zo snel ging. Ik kan Jan nog weer af te leiden, maar ik ga emotieloos stoppen. Kijk uit, man! Ik moet natuurlijk de verwachtingen van een 10k gaan overtreffen. En ik heb een idee in mijn hoofd waar ik heel druk mee bezig ben, echt heel druk, alleen het is 99,9% zeker dat het doorgaat. Dus ik moet toch heel even een paar dingen afwachten, maar als ik het weet ga ik het meteen delen. Het is niet dat ik het niet wil vertellen, maar ik wil zoiets gaas, zoiets tof waarvan ik nog gewoon niet weet dat het kan. Damiano, jij weet het al, hè? Ik weet het al, mag ik vertellen? Het is zeg maar dat we dan, nou dat gaan we niet vertellen. Nee, dat is hartstikke leuk, dus ik laat jullie het echt, ik hoop het echt zo snel mogelijk weten. Ik ben er mee bezig. Alright, we gaan hier uit, want ik word, ik wil zeggen zeeziek, maar autoziek word ik. Ik rijd hartstikke goed, man. Jij rijdt helemaal niet goed, man. Okay. Je hebt niet een rijbewijs. Zo, ik moet even opletten op de weg. Nou ja, laat maar. Alright, laten we gaan naar de volgende bouwplaats van vandaag. Alright, de volgende grande bouwplaats die je tegenkomt de komende week nog in de Efteling. Want als het goed is, gaat hij volgende week al weer open. Spannend. Tadaa!
Flying Dutchman. De Flying Dutchman. Volgende week gaat hij open met een compleet vernieuwde / nieuwe scène. Aan de binnenkant komt hij. Wat is dat? Wat doe je? Werkt dat echt, joh? Ja, dat is echt. En het is drinkwater. Laat me maar even. Sorry. Oh, kijk! Wat valt je op als je hier naar binnen kijkt? Dat er nog een hek dwars zit. Nee, nog iets anders. Oh, wacht. Vaste hekjes. De wachter is vernieuwd! Oh, spannend. Nee, man, niet spannend. Nee, de hekjes zijn zwart. Kijk. Voor de rest is er weinig te zien hier, want alle nieuwigheden zijn natuurlijk binnen van de volgende week geopend hier in de... Ik ben benieuwd, jongen. Ik ook. Ja. In de Efteling trouwens. Maar daar heb ik dus niet zo hele hoge verwachtingen van. Van de nieuwe scène van Vliegende Hollander. Helemaal niet zelfs eigenlijk. Niet? Nee, ik weet niet. Ik heb er niet zoveel verwachtingen van. Omdat het kan nooit... Ik verwacht nooit dat het heel, heel heftig wordt. Het kan altijd beter, want zo slecht als het nu was, kan niet. Maar het kan altijd beter. Maar het kan nooit zo gaaf zijn als op de tekening. Dat verwacht ik echt. You never know. We will see. Volgende week gaan hier de bootjes van de Vliegende Hollander weer doorheen varen. Er wordt al wat getest af en toe. Af en toe wel, maar nu nog niet. Het water lijkt zo ondiep. Ja, het lijkt alsof het iets minder vol ligt. Je ziet de steen ook meestal. Nu, meestal is het iets hoger. Ja. Hey, is het je wel eens een keer opgevallen dat de geveltjes van de Vliegende Hollander dat het roeibootjes zijn? Ja. Jij wist dat dan niet. Heb ik vorig jaar pas ontdekt. En weet je wanneer ik dat heb ontdekt? Nee. Dat heb ik dus ontdekt tijdens die 10K special. Ja. Dit is echt geen grap. Ik meen het. Dus wij gingen 's ochtends vroeg om een uur of 6 daar naar boven, weet je wel. En wij moesten even wachten. Ja. Dus ik zou kijken, foto maken en ik zoom in op die foto. Is er nog nooit opgevallen. Echt niet, nog nooit. Domme. Ja. Maar wel heel dik. Ja, het is wel gaaf. Wel heel dik. Dit is uit de Vliegende Hollander. Volgende week is het hier weer te doen. Vanaf volgende week. Ja. Wij gaan verder in het park. We hebben hier heel, je ziet hier weer heel veel hekken en poorten. Maar dit heeft puur te maken met de bouwplaats van Das Macabre. Damian, een beetje koud? Ja, ik had koud. Dacht ik bestel 2 drankjes. Nee, deze van Bart en deze van mij. Ja, koffie en een theetje. Ja. Maar dit hoort allemaal bij de bouwplaats van Das Macabre. En ook zal dit voorlopig niet weggaan. We gaan naar de volgende. Oké, jongens, daar komt ie. Ik had nog een challenge wielen in te lassen. Kijk. Even throwback, ja. Oh, is al weg. Oh. Ah, jammer. Ik ga maar links even filmen. Vorige week had ik een challenge dat ik 5 eenkorens moest vinden, maar ik heb ze niet gevonden. Ah. Nou, nu heb ik ze wel gevonden, want echt te tellen voor 2. Damiano, wat zien we? Ik was even geschrokken wil ik niet zeggen, maar positief geschrokken. Want de stijgers zijn weg bij WC toch? Van Das Macabre. Of wat wordt dit? Of horeca? Horeca, sorry. Een vraagje, hè? Ja. Als wij samen de Efteling gaan, hè? Ja. Luister jij dan wel wat we tegen elkaar zeggen? Of ben je echt alleen met je eigen dingetje bezig? Nee, want ik weet wel dat het nou, ik zie nou dat het uit de stijger is. Dit is het horecateentje in de horeca. Kat. Ja, nee, ja, ik twijfel het dus al even. Nou, dit begint wel heel mooi te worden. Ja. Dit is, ik vind het heel mooi. Prachtig. Nee, in ieder geval, hier in de Zwarte Kat begint echt vorm te krijgen. Het ziet er mooi uit. Ja, prachtig. Ik vind het echt fantastisch. Nee, het ziet er hartstikke netjes uit, ook daarboven van die detailtjes. Ik vind het mooi dat gewoon het dak, zeg maar, dat helemaal vervallen lijkt. Maar, dit hoort ook met de bouwhekken van Das Macabre. Maar goed, ook aan de andere kant weer bouwhekken die ook voorlopig niet weg zullen gaan. Trouwens, dat is niet waar. Dit gaat van de zomer al lopen. Dus dit is van de zomer allemaal al weg, als goed. Kun jij zo'n Arabisch stemmetje opzetten? Hallo dames en heren, welkom bij deze vlog. Ja, nee, we staan hier bij de Fata Morgana op het Fata Morgana plein. Big Bazaar? Heb je ervoor gezorgd dat alle 20 mensen op dit plein zullen ons kijken en ons heel ongemakkelijk boos aankijken? Bedankt! De Oase, het tentje waar je kebab, ijs, koffie, thee, fris kan halen, is in onderhoud. Wat hoor je als je in de Fata Morgana tegen een muur aanloopt? Kebab! Oké, die vind ik grappig. Ze zijn niet bezig, ze hebben hier heel het terrasje hebben ze al opgeknapt. Heel het gebouw hebben ze geschilderd, denk ik. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ze hebben gedaan. We moeten eigenlijk even aan Nieuws Kooijman vragen.
Niels, dat is Niels. Niels! Nou, die is er niet. Maar in ieder geval geschilderd. Alleen ook weer hier. Alleen, maar hekjes. Maar het positieve nieuws is dat het allemaal beter is geworden. Want vorige week stond het nog helemaal tot achter. En het is nu weer de helft. Ja, het schuift allemaal in etappes op tot ze weg zijn, hoop ik. Tel even. Nee. Oh, een echt wel is het toch mijn vandaag meer. Heel die... Oh, die hekken. Oh, wat? 4, 5, 6, 7. Ja? Jongens, in de tussentijd. We hoor je nou eens al eens op de hoogte zijn van het 20k special. Volg mij ook even op Instagram. Oh ja, Bart en mij ook even. Oh, tuurlijk, schaamteloos promotie. Oké, prima. Dit was de laatste bouwplaats voor vandaag. Ik ben er eigenlijk al een beetje klaar met het groen. Ja, ik ben ook een beetje klaar met jou. Of het ja, groen. Ik ben ook helemaal klaar met jou voor vandaag. Oké. Ja! Dit was het voor vandaag. Was het het? We gaan de video beëindigen, because het gaat heel erg snel hard rekenen. En dat is niet zo leuk. Ik wil eventjes, Damiano. We hebben vandaag veel bouwplaatsen gezien. Ja. We hebben vandaag veel bouwplaatsen gezien. Fijn. Vertel. Doe mee. Doe even alsof het er bijna aan het regenen is. Oké. Er zijn veel bouwplaatsen op het moment, maar ik denk dat als je over een maandje komt, 80% weg is. Ik denk het wel, ik hoop het ook. Sowieso de Oase, Toiletjes, Kasba, Carnival Festival, de Zweefmolen, In het Sprookjesbos. Weet je, het zijn allemaal tijdelijke dingen, maar het is heel veel nu bij elkaar. Ja. Dus ik raad je aan om de komende weken even te wachten met naar de Efteling te komen. Tranquilo. Misschien ook wel even begin april afwachten. Ik zeg, vanaf mijn vakantie is het geweldig om deze kant op te komen. Ik denk het ook. Ik weet het zelfs heel erg zeker. Het is nu ook wel leuk, alleen je kan wel een betere ervaring krijgen. Bedankt voor het kijken, Damiano. Thanks. Yes. En vergeet niet, hè, de komende 48 uur 20% korting in de Y Food Shop met deze code. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, want al hebben we de 20.000 abonnees, we willen nog steeds meer en meer en meer. Bedankt en we zien elkaar. Ik zie jullie dinsdag en we gaan iets super leuks doen trouwens. Gaan we iets leuks doen? Ja, we gaan even buiten de Efteling. Buiten de app? Ja, we gaan even op vakantie. Gaan we op vakantie? Vakantietje. Wij ook. Nee, jij niet. Oh. Ik reclame jou. Doei!